Welkom iedereen bij weer een nieuwe Shiny Quiz. Het was even een breakie, want ik had geen idee hoe makkelijk of moeilijk het maken van Shinies was in Home. Dus het duurde even, maar ik heb mijn volgende Guessing Games klaar. En we beginnen meteen met Paddy. Paddy, hoe gaat het met Gen 6? Kut. Nou, laten we meteen beginnen dan. Oh. Ja, maar je pakt ook gelijk een Pokémon die sowieso mede verschillende vormen heeft. Echt, wat een... Oh. Leuk, hè? Meteen de toon goed zetten. Zo. Kijk, dit heb ik al een keer gezegd van als je weer de guessing game doet, mag je niet zo'n record verbreken van 5 minuten voor een video. Jij mag niet het record verbreken dat dit voorbij de 40 minuten gaat van de 40 game. Het is wel makkelijk te editen. Ja, yeah, fair enough. Ook gelijk een Pokémon die sowieso verschillende vormen qua kleuren heeft. Dat vind ik heel gemeen. Ja, ik heb een bepaald ritme, gras, water, vuur, de hele ding. Maar ik dacht van, weet je wat? Je hebt Floette. Past ideaal. Ik zal zeggen... Ik zit heel erg te twijfelen tussen rood en oranje. Ja, en waar is het verschil in? Is rood te fel of is oranje te licht? Wat is het? Of kan er nog andere dingen zijn die ik niet heb gezegd? Ik ga voor D, oranje. Puur vanwege, omdat die bloem ziet er pixeliger uit dan de rest. Je hebt gelijk. Hey. Ik heb hem wat donkerder gemaakt. Maar zie je ook wat ik bedoelde? Ja. Dat die wat pixelig lijkt? Ja. Ja, als je echt inzoomt kan je precies zien welke ik heb gepast. Maar dat komt gewoon door het hele simpele feit. In 3D kan je alle wijzigingen super makkelijker zien. Dan is de volgende. Zo. Ja. Ja, ja. Maar twijfel aan. Mijn gevoel zegt... Ik weet dat Froakie lichter is qua kleur als die shiny is. Maar volgens mij is deze iets te licht, denk ik. Maar ik weet niks van Froakie dier af hoe die shiny is. Barnacle of hoe die ook heet. Maar die Barnacle. Binnacle, ook goed. Barbaric. Die is volgens mij... Ja, die is volgens mij wel goed... Hoe heet die laatste ook weer? Niklauwitzer? Of wel? Nee? Je hebt Clauncher en Clauwitzer. En dit is Clauncher volgens mij. Durf ik ook even niet te zeggen. Maar het enige wat bij hem de old uitziet... is de blauwe stukje onder zijn klauw. Dat is het enige wat de old uitziet. Uh-huh. Voor de rest klopt hij volgens mij wel. Dus het is voor mij nou een hele erge twijfel tussen A en D, alweer. Ja. En van B weet ik eigenlijk te weinig af. Maar ik ga toch weer voor D. Nou ja, je ging zo goed, maar het was Volgadier. Ah. Dat is jammer. Nou, we hebben kres gehad, we hebben water gehad, tijd voor vuur. Is Floette niet een puur fairy type? Alleen Floette had bloemetjes. Ik denk van, weet je wel, dat reken ik goed. Want voor de rest zijn de Crash. Shiny is zo ongelooflijk ruk. Want je hebt de starter. Je hebt Skiddo en Go-Goat. En dan heb je al bijna geen Crash types meer in Kalos. Echt niet? Nee, volgens mij heb je nog wel... Je hebt nog wel dingen zoals Trevenant en Pumpkaboo en Gorgeist. Maar dat zijn zulke iconische Shinies. Als ik iets aan ga doen, dat valt meteen op. Ja. Oké, bij deze zijn... ploppen er eigenlijk gelijk twee uit bij mij. En dat is C en D. Mhm. Maar C is naar mijn idee te fel. Mhm. Maar D is naar mijn idee iets te dof of zo. Ja. Het kan ook natuurlijk komen, want je ze haalt in Sun and Shield of Scarlet and Violet. Ja, dat is inderdaad ook wel een dingetje, dat klopt.
Ik zal denk ik voor C gaan, dat die gewoon ja, te licht is, te fel. Hij is te fel, dus hij zou iets doffer geel moeten zijn. Nou, niet meer de gele kant, maar hij is gewoon te licht. Oké. Okay. Nou ja, oorspronkelijk was hij wit, dus licht en dat kan niet. Oké, ja. Nou ja, hoe goed ken je Vervillion? Echt waar, echt. Oh, ik heb echt een hekel aan Gen 6. Hoe goed ken ik Vervillion? Ik kan een hele quiz maken, alleen maar voor Vervillion, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem ingepakt. Oh. Ja, de enige die mij heel simpelweg niet bekend voorkomt is C. Oké. Okay. Die lok je in? Ja. Het was A. Oh, dat is anders. Ja, Nou. En dat is wel de standaard vorm, toch? Die roze. Het lichaam voor alle Vervillions is wit. Normaliter is het zwart met wit. Ah. Ja. Nou, het liefst had ik Sander voor Gen 6 gehad. Je ziet meteen waarom. Wat heeft Sander een voorvoel? Nou, ik vind voorvoel leuk en Sander vindt het leuk om mij belachelijk te maken met de voorvoel. Ah. Kijk, ik weet dat voorvoel shiny zwart is, maar met al die patroontjes, echt, dat moet je echt niet aan mij vragen, hoor. Ik heb hooguit 2 keer door Gen 6 heen gespeeld, puur voor mijn Pokédex, en that's it. Mm. Nou ja, je moet nog 2 goed hebben en je speelt gelijk met Mike, dus... En die zat op welke? Mike had Gen 3 of Gen 4. En op welke spot stond hij? Eerste, tweede, derde? Oh, hij is de laatste. Oh, nee! Ah, bullshit. Kijk, we zijn nu bij 5, dus als je de rest goed hebt, dan scoor je hetzelfde met Nando. Die had 7 goed. Maar ik heb geen antwoord op mijn vraag. Welke denk je dat fout is? Dat is een dingetje. Ik zal denk ik... B zeggen. En met hartje. Nee, was eruit. Ah. Je kan een beetje zien, de rest zijn allemaal een beetje faal in kleur. Ja, oké. Okay. Ja, voor mij is het nu iets feller. Nou, iets zegt. Nou, de burps. Spritzie klopt volgens mij wel. Ik denk Talonflame. Je denkt Talonflame? Ja. Die lok je ook in? Ja. Het gaat niet goed, was Fletchinder. Niet! Wat? Ik hoop niet dat je kleurenblind bent. Zijn vleugels zijn iets licht. En het zijn altijd een middel-evolutie, godverdomme. Nou ja, geinig genoeg, de vorige keer was het toen ik het met Sanne deed, was het Pichotto. En daar heb ik dezelfde grap mee uitgevoerd als met deze. Gewoon de vleugeltjes iets lichter, feller gemaakt. Ja. Ah. Nou, Milan had deze fout, want deze had ik even naar Milan doorgestuurd als test. Maar het zijn ook wel 2 hele iconische shinies, hoor. Ik zal denken... Ja. Aan zeggen, Tyrant. Want hij is iets te plain naar mijn idee. Ja, wat zou hij dan moeten zijn? Lichte? Ja. Donkere? Nee, dat niet zozeer, maar dat het is te veel blauw. Denk ik. Nou ja, je hebt gelijk. Ja. Ja, soms vraag je echt af hoe sommige shinies zijn ontstaan, ja.
Terwijl die best wel klopt, alleen... Hij voelde gewoon te blauw naar mijn idee. Ja, kan. Nou, nu een beetje de rare kleuren, boys. Ik wil eigenlijk instant die lokken op Pangoro, omdat die naar mijn idee rood geworden te zijn. Het is een niet rood-rood, maar een rode tint, om het zo te zeggen. Oké. Pangoro lok je in of ben je nog aan het twijfelen? Ik twijfel wel een beetje, want je hebt continu kleine subtiele trend changes gemaakt. En als je echt opeens eentje een hele andere kleur geeft, ja, dat zie ik nou ook opeens niet gebeuren. B is wel sowieso goed, volgens mij. Hoepa, weet ik eigenlijk niet echt hoe die shiny is, maar dat gouden kan naar mijn idee wel kloppen. Over A twijfel ik niet echt. Ja, ik ga voor Pankow ook. Ja, zie je toch wel! Toch wel! Ja, hey, ik kan het niet iedere keer heel moeilijk maken. Soms moet ik het even makkelijker, want het zet je aan je twijfel. Volgende. Wat is de fouten? Rarare. Ik zou... Mijn eerste gevoel zegt B. En wat zou dat fout moeten zijn dan B? C ziet er gewoon goed. Naar mijn idee goed uit. Uh-huh. Of je moet echt weer iets heel subtiels hebben veranderd. Dat kan. Ja. Ja, Pumkeboe, ja. Nou, kleurenpalet klopt je ook gewoon naar mijn idee. Ah, ziet er voor mij ook prima uit. Alleen ja... B, dat is de enige die in de evolutielijn van Edgy's luistert, een beetje een soort andere kleurenpatroon heeft dan A en C, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dat die wat doffer is, hoe zeg je dat? Doffere kleuren? Ja, doffer. Ja, ik lok in op B. Dat is nu jammer, het was A. Wat? Kijk eens naar het oog. Echt alleen dat oogje, oh... Wauw, oké, juist. Nou, ja. We eindigen wat met wat legendary dingen. Karmic is geen legendary, maar hij leek mooi op Diancie, dus. Hij gaat mee. En de rest van de shinies in X en Y zijn allemaal wit, qua legendaries. Ja, dat klopt. Dus ja, je kan... Stelen met Mike als je deze fout hebt, of je bent geen laatste als je deze goed hebt. De enige twee die naar mijn eerste opzicht niet kloppen zijn A en D. Waarom? Okay. Ik weet echt niet hoe de shiny mythicals eruit zien in Gen 6. Echt gewoon niet. Oké. Okay. Maar je mag maar eentje kiezen, dus. Mag een hulplijn inschakelen? Wie wil je inschakelen? Milan. Ga je gang. Dan ga ik hem ook daadwerkelijk bellen ook. Hier is het ding, voor jou wil ik het op zich nog doen. Mike is geen shiny hunter en ik vind het ook knap dat hij 4 van de 10 goed had. Neem het op. Yo! Yo Milan! Ja! Hey, ik zit in een opname met Jordi en ik mocht een hulplijn inschakelen. Oh, nee. Hij heeft het nodig. Ik zit nou bij de vraag. Volgens mij is het de laatste Jordi of niet? Dit is de laatste, ja. Dit is inderdaad de laatste. Als ik deze goed heb, sta ik met geen laatste. Als ik een fout heb, sta ik gelijk met Mike. Oké. En het zijn de Gen 6 Mythicals. En dat is echt...
Nee, niet mijn pakje aan, om het zo te zeggen. De Genesis Mythicals. Ja. Yanassi, Megadeansi, Carbink en Volcanion. Wat wil je weten? Ja, ik kan niks zien, hè. Dus ik, Je kan niks zien? Nee. Oh, nu wel. Ja. Oh, got it. Oh. Ik zit heel erg te twijfelen tussen A en D namelijk, maar ja. Kan je kijken of je A even helemaal kan laten zien? Kan ik A helemaal laten zien? Hier heb je A. Mijn eerste gedachte is Volcanion. Volgens mij Volcanion wel. Ja? Dat dacht ik wel. Straks heb ik fout. ja. Mijn gevoel zegt Carbink. En anders dan. Ik denk dat. Mag ik Volcanion al zien? Volcanion, hier heb je hem. En volgens mij klopt Volcanion. Oké. Okay. Ik zou voor Carbink of voor normale Diancie gaan. Dan ga ik voor normale Diancie. Oh, nu wil ik ook wel benieuwd of het goed is. Ja. Je moet meer luisteren naar Milan. Meer of luisteren Carbink. Naar Milan? Carbink is... Nee! Ja, zie je. Oh. Gefeliciteerd met de gedeelde plek met Mike. Sorry. Ja, sorry. Ik had... Hij had het goed. Jij luisterde niet. Paddy moet gewoon luisteren. Helaas, nu ben je laatste. Nou, ik heb een gedeelde laatste plek met Mike, dus hè, ik ben niet de enige die helemaal laatste is. Man, is jouw haar nou blond? Misschien. Ik heb geen webcam, dus ja. Oké. Dat heb ik meer van. Dat kom je een zaterdag meer over te weten. Dat is goed. Ja? Yes. Oké, you! Dank je! Later. Nou. Zo. Ja. Dat was kort. Dat was heel kort. Dus ja, je hebt 4 punten. Ik heb nog 1 plek over voor Gen 8 als je nog een rematch een keer wil doen. En anders ga je niet Gen door. Gen 8 voor Shield. Maar anders ga je niet door naar de ultieme Shiny Quiz. Nou ja, als je er niemand voor kan vinden, hè, met alle liefde. Ik zal nog even kijken, want ik gun Nando ook misschien nog een poging. Oké. Maar ik zal nog even kijken. Ik contacteer je dan wel voor, want ik moet ook even naar iemand anders toe vanavond. Dus ik kan er maar 1 doen nu met je. Nou, dat is geen probleem. Maar ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laat eens.